Bepaalde ziektebeelden worden onvoldoende belicht binnen de samenleving. Dit is de conclusie van neuroloog Worsha Koenden, die vandaag sprak bij de voorlichtingsdag over Wereld Parkinson's Dag in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Door de ziekte van Parkinson gaan bepaalde cellen in de hersenen kapot. Het gaat om de cellen die het belangrijke stofje dopamine maken. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals moeite met bewegen en problemen met denken. De ziekte van Parkinson wordt daarom als een bewegingsstoornis beschouwd. Koenden geeft aan dat het heel erg belangrijk is om het ziektebeeld zo vroeg mogelijk te ontdekken en de klachten daarbij te herkennen. Het gaat erom dat wij op deze dag informatie verstrekken over Parkinson, de ziekte van Parkinson. Men hoort vaak in de samenleving Parkinson en wanneer mensen horen Parkinson is het eerste wat ze denken, oh ja, mensen die beven met hun handen. Maar het is veel meer omvattend. Het is belangrijk dat de mensen in de samenleving een beetje informatie hebben over wat Parkinson is. Komt het veel voor? Elk jaar heeft World Parkinson Day een thema. Het thema voor 2023 is Take 6 for Parkinson Disease. Het is Engels, maar dat staat voor dat elke 6 minuten iemand de diagnose Parkinson krijgt. Hanna, wereldwijd. Ik vraag nu over 6 minuten voor iemand, meneer, mevrouw, u heeft Parkinson ziekte. Koenden geeft aan dat wereldwijd ongeveer 10 miljoen mensen rondlopen met de ziekte van Parkinson. Er mag niet van uitgegaan worden dat de ziekte weinig voorkomt in een bepaald gebied en daarom weinig aandacht moet krijgen. AZP-medisch directeur Lindy Liao-Kifa geeft aan dat vele mensen niet weten dat ze de ziekte van Parkinson hebben. Als je weet dat er een probleem is, dan kunnen we helpen. Als je niet weet dat er iets is, dan kunnen we ook niet helpen. Het is wel belangrijk dat we de mensen inlichten over de mogelijkheden er zijn om kwaliteit van leven te verbeteren. Want daar staan we voor. Om 100% beter kunnen maken, kunnen we wel de kwaliteit van het leven verbeteren. Ik wil iedereen heel veel succes toewensen in de afdeling. En ik hoop dat er inderdaad gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die we bieden. Er is meer dan alleen maar een consult bij de dokter. Wat maakt dat iemand zich beter voelt? We hebben zoveel beroepen. Binnen de gezondheidszorg, buiten dokters en verpleegkundigen die ook helpen mensen die het zwaar. Liao-Kifa zegt dat mensen gebruik moeten maken van gelegenheden als de voorlichtingsdag om kennis te nemen van zaken voor de juiste informatie en over de beschikbare deskundige hulp.